Nou ja, om te beginnen, ik denk dat wij moeten echt niet zoveel benadrukken over verschillen en ja, dingen waar wij even meer gelijk echt zijn. Twee dingen vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. We zijn echt ja, middelgrote landen binnen Europa. Maar samen tellen we echt 30 miljoen mensen. Met heel veel capaciteit om wendbaar te zijn. En met heel veel know-how en kennis. En dus moeten we juist krachten bundelen. En echt kijken niet zomaar in wat ons... Ja, wat zijn de verschillen tussen ons, maar juist wat kunnen we samen voor elkaar betekenen en juist voor de hele Europa. Dus ik denk dat was echt de hele reden voor dit bezoek, is om elkaar gewoon nog dichterbij te brengen aan deze geweldige samenwerking op het defensie, zoals we het meest geïntegreerde defensie echt tussen twee landen. Op het gebied van het water-issues, op het gebied van havenleiders. Nou, de potentie, het is al heel groot, de samenwerking, en de potentie is nog groter. En toch in de dagelijkse dag gaat het wel vaak om over die verschillen natuurlijk. Ja, maar ik denk dat het goed is om te begrijpen dat we niet helemaal hetzelfde zijn. Om juist extra alert te zijn om hoe we samenwerken. We zijn buren, we zijn vrienden, we zijn eigenlijk broers of zusters. En daarmee betekent dat we echt het samen moeten rooien en dat we het ook samen kunnen doen. En dat we in deze moeilijke tijden... waar van onzekerheid, van oorlog in Europa en van economische onzekerheden, dat we echt gewoon samen met België in de Noordwest-Delta in Europa een economische powerhouse zijn met kennis, kunde en dat we elkaar zo versterken. En dat is echt tijdens dit bezoek duidelijk geworden. Ik denk dat we heel trots kunnen zijn op hoe we samenwerken en hoe de bedrijven samenwerken, hoe de overheden samenwerken. Ik denk dat het echt een voorbeeld is voor een heleboel andere landen hoe je als buren met elkaar om kan gaan. Dank u wel. U en koning Philippe, allebei 10 jaar koning, u kent elkaar goed. Heeft u het dan ook wel eens over de invulling daarvan en wat leert u daarvan? Nou, we kennen elkaar goed, we zijn beide 10 jaar, maar 10 jaar is natuurlijk nog, we beginnen pas net. Aan de andere kant is 10 jaar wel al heel lang om te zien dat heel veel kan gebeuren in een pandemie, een oorlog en andere dingen. Dus het is ook heel snel gegaan, zoals ik ook duidelijk heb gemaakt in die podcast. En je kan natuurlijk van elkaar leren, maar de landen zijn zo... de systemen zijn anders, er wordt anders naar elkaar gekeken en de persoonlijkheden zijn anders. Dus we vergelijken wel bepaalde situaties. En dan probeer je te kijken van, kan je hier wat anders draaien, daar doen. Maar echt leren van elkaar op die manier, dat is niet het geval, nee. In ieder geval, we steunen elkaar. Dat is het belangrijkste. U deelt het bezoek aan 10 jaar geleden. U heeft al gereflecteerd op uw eigen 10 jaar koningschap van de podcast. Hoe doet koningin het? Ik ben ontzettend trots op mijn collega, hoe hij... als echte Belg hier staat, overal waar we gekomen zijn. Hier in Antwerpen, in Brussel, in Charleroi, overal. Overal wordt hij gezien als een superkoning die dit land bij elkaar houdt en die echt, waar iedereen trots op is. Dus er kan misschien wel wat dingen, maar in werkelijkheid, als je ziet hoe de bevolking echt hem ziet als een symbool van eenheid en continuïteit, waar de monarchie voor staat, dan denk ik dat hij het fantastisch doet. Nou, maar geweldig. Ik denk dat moet alleen maar onderschrijven wat mijn man zei. En ze zijn een team. Net als wij een team zijn. En volgens mij geldt ook voor koningin Mathilde. Dank u wel. We zijn in België. Het land dat bekend staat om de speciaalbiertjes. Dus komt in het verleden bekend als Prins Frits. Gaat u de vraag, wat is uw favoriete biertje? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb geen bier gedronken hier, dus ik weet het niet. Maar wel, nee. Wel Belgische wijn. Wel Belgische wijn gedronken. Heerlijk. Ja, was heel goed. Dat is heel goed. Bent u een bierliefhebber? Dat weet me maar niet. Dank u wel, meneer Bos. 1 juli, de toespraak. Wat is het belang volgens u van de toespraak en hoe ervaart u het uit de samenleving? Nou, 1 juli heeft het belang natuurlijk van zowel herdenken als vieren dat we 160 jaar, en de facto 150 jaar geleden, de slavernij afgeschaft is. En het is heel belangrijk om daar
het is een proces. 1 juli is een dag, maar het is een onderdeel van een proces van heling tussen verschillende groepen. De nazaten die nog steeds tot op de dag van vandaag de gevolgen daaraan voelen. En wij spreken met heel veel van die mensen. En daardoor krijg je echt een... Ja, door die gesprekken begin je te begrijpen wat er leeft. Je kan proberen in te leven, maar als je niet met de mensen zelf spreekt, lukt dat niet. Dus het is ook 1 juli is voor iedereen een belangrijke dag als een momentopname. Ten eerste een herdenkingsjaar, maar ik denk toch na vele jaren daarna van heling, van gesprekken, van in het reine komen met het verleden van de slavernij. Zullen we elkaar op 1 juli dan even spreken daarna en kijken of het voldaan heeft aan uw verwachtingen. Bij deze majesteit, u moet prinses Alexia op maandag 18 jaar. Hoe gaat deze mijlpaal gevierd worden? Nou, hopelijk met wat peetouders, zegt een grootmoeder natuurlijk. En hopelijk met alle kinderen samen. Dus dat vind ik echt al een feest. Allemaal thuis hebben. En inderdaad met vrienden. Maar het is een maandag ook nog. Dus het is, dus valt niet altijd heel goed. Maar we zullen dit weekend weer stilstaan. Ja, nou, de tijd vliegt. Hè? Als we nadenken, al die foto's van 10 jaar geleden, toen mijn man koning werd, die kleine, echt de meisjes in blauwe jurkjes. En ze zijn nu echt een hele grote dames geworden met heel verantwoord en hele leuke mensen. Alvast een hartelijk feest. Dank je wel. Nou, er komt nog wel een reactie op, maar er komt geen papieren reactie meer op. En dit is vanuit, het is toch een overweging geweest, ook vanuit het milieu en vanuit, het is een hele belangrijke groep mensen namelijk die altijd schrijft. En het is een lastige geweest, maar het is ook, je moet het altijd perfect doen. Hè, dus er mag nooit een fout in zitten. En dat gaat om vele duizenden en duizenden kaarten per verjaardag, per wat er weer. Dus dat is een ongelooflijke hoeveelheid werk die dat opleverde. En daarnaast hebben we ook nog heel veel andere brieven op andere onderwerpen die ook beantwoord moeten worden. En die capaciteit hebben we besloten om daarin te steken. Want die vragen worden altijd, en die post wordt wel altijd nog steeds beantwoord. Dus er is één categorie die nu elektrisch beantwoord wordt. En geloof me, het is me ontzettend dierbaar dat er geschreven wordt. Ik zeg van, we lezen ze wel, we zien ze wel. We zijn er erg dankbaar voor, maar we bedanken elektronisch. En dan die andere categorie kan daardoor iets meer aandacht krijgen. Dat zijn de brieven denk ik die je naar het ministerie doorstuurt. Nee. Vragen. Maar de mensen waar het om gaat zijn vaak mensen op leeftijd, mensen met een kleine sociale kring. Die zien die digitale mensen. Nou, die andere brieven zijn niet de brieven die doorgestuurd worden, want die gaan via het kabinet. Er komen ook een heleboel brieven binnen, gewoon bij de dienst Koninklijk Huis. En ik weet zeker dat die andere digitale antwoorden, die komen echt wel door. Als ze weten dat ze er zijn, zullen ze altijd wel iemand vinden die het even voor hun kan laten zien. Majesteit, u bent het opperhoofd van familie, dus u heeft ook wat te zeggen over wat familieleden doen in de media. Waar ligt de grens? Nou, u geeft een behoorlijk middeleeuwse omschrijving van een familiestructuur in elkaar zit die echt niet helemaal meer past bij de 21ste eeuw. Dus dat in allereerste zin. Iedereen die meerderjarig is in Nederland heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen vrijheid om te doen en te laten wat hij of zij wil. Zeker als ze lid zijn van de koninklijke familie en niet van het koninklijk huis, dus geen ministeriële verantwoordelijkheid kennen. En ik kan u wel zeggen dat ik iedereen die artikel 1 van de grondwet met verve verdedigt, heeft mijn steun. Mooi, hè, speculeren. Ja. Ga er maar door met speculeren. Ja, nee, maar het is een verantwoordelijkheid van haarzelf. Ze is meerderjarig. Ze heeft een eigen leven. Ze heeft een eigen studie. Ze heeft een eigen pad gekozen. En ze heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus dat moet je aan haar vragen. Majesteit, met het staatsbezoek naar België bent u gekomen met de koninklijke trein. En straks, als u de trein gaat, op de laatste
Nou, ik denk dat we de afgelopen 10 jaar vaker in een normale trein hebben gezeten dan in de koninklijke trein. Dus dat is, dat is niks nieuws. En het is wel jammer natuurlijk dat er aan zo'n mooie traditie als een koninklijke trein op een gegeven moment een einde komt. Maar het past niet meer in het huidige beeld. Het netwerk is zo vol, je kan er geen treinen meer tussen passen. En deze wagon kan niet meer aangehangen worden aan de moderne intercities. Dus je kan gewoon niet meerijden. Dus op een gegeven moment heeft de NS gewoon deze beslissing moeten nemen. Maar wij reizen ook met de gewone trein heel graag. En het is een prachtig vervoermiddel. En vanavond gaan we zeer genieten van de laatste paar uur in deze wagon. En ja, tot het eind van het jaar is hij in principe nog operationeel. Maar de kans dat hij nog een keer ingezet wordt is heel klein. Dank u wel. Dank. Heel veel dank en straks goede reis thuis. Dag, tot ziens.